jullie vertellen wat de box is van september. En wat heel erg leuk is, is dat September 18 opgericht is in september 2018. Dus de uitgave van september 2020 is eigenlijk een heel feestelijk jubileumnummer. En ik heb aan Lisanne van Happy Handmade Living gevraagd of zij wil meedenken met een hele leuke box voor september. En zij kwam met het idee om deze hele toffe mandjes te maken. Nou, misschien kennen jullie Lisanne al en misschien ook niet. Lisanne, jij bent van Happy Handmade Living. Kun je daar wat over vertellen? Misschien kennen jullie me van mijn website, dus genaamd Happy Handmade Living. En naast mijn online kanalen heb ik ook een magazine waar allemaal toffe do-it-yourself projecten in staan. En super gaaf dat ik deze keer dus iets mocht ontwerpen voor september 18. En we zijn dus samen eigenlijk gekomen dat we allebei iets doen met de DIY, oftewel do-it-yourself. En Lisanne, je hebt al wat boxen voor ons ook gemaakt in de afgelopen maanden. Ja. Kun je er wat over zeggen, wat je daarvan vindt? Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het echt een te gek concept. Je wordt zo uitgedaagd om steeds aan de slag te gaan met een nieuwe techniek. En de maand vliegt op die manier ook voorbij. Want het is voordat je het weet, zeg maar, komt een nieuwe box binnen. En dan denk je, oh, wat ga ik deze keer maken? En het is iedere keer iets nieuws. En iedere keer ook een andere techniek. En dat is zo tof. Want ja, na een jaar kun je gewoon ineens een heleboel dingen meer dan voordat je lid werd. Nou, super gaaf. Wil jij meedoen met de box van september? Dus de echte limited edition van Happy Handmade Living. Waarmee je deze mandjes gaat maken. Meld je gauw aan en hopelijk zien wij jou binnenkort met onze video. En dan leren we je precies hoe je aan de slag gaat om dit te kunnen maken.